Hallo en welkom bij deze cursus over een gezond voedingspatroon. Mijn naam is Roos, ik ben leefstijlexpert bij Open Up. Door mijn jarenlange ervaring in voeding ben ik gepassioneerd om mensen te helpen om weloverwogen en gezonde beslissingen te nemen in hun voedingspatroon. En dat is precies wat we in deze cursus gaan doen. We verkennen de belangrijkste basisprincipes die je in staat stellen om gezonde keuzes te maken voor je voeding en welzijn. Laten we beginnen met het definiëren van een gezond voedingspatroon. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie helpt een gezond dieet, ook wel een gezond voedingspatroon, om te beschermen tegen ondervoeding in al zijn vormen, evenals niet overdraagbare ziekten, waaronder diabetes, hartziekte, beroertes en kanker. Een gezond voedingspatroon kan voor iedereen een andere definitie hebben, en is afhankelijk van kenmerken zoals leeftijd, geslacht, leefstijl en mate van lichamelijke activiteit en wordt ook beïnvloed door de context van je culturele achtergrond en beschikbaar lokaal voedsel. De basisprincipes van waar een gezond voedingspatroon uit bestaat blijven echter hetzelfde. De volgorde van belangrijkheid in de voedsel- en gezondheidspyramide weerspiegelt de hiërarchie van factoren die de grootste invloed hebben op je algehele gezondheid. Dit is de uitleg waarom elk onderdeel op een specifieke plaats staat. Caloriebalans. Caloriebalans betekent simpelweg dat je je voedselinname afstemt op de energiebehoeften van je lichaam. Caloriebalans staat onderaan de piramide omdat het fundamenteel is voor gewichtsbeheersing en algehele gezondheid. Het consumeren van een geschikte hoeveelheid calorieën voor energieverbruik is essentieel om een gezond gewicht te behouden, wat verband houdt met een verminderd risico op ziekten zoals obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten. Voedselsamenstelling. De soorten voedsel die je eet, inclusief hun voedingsstoffen en kwaliteit, spelen een cruciale rol bij het bepalen van de algehele gezondheid. Voedingsmiddelen die rijk zijn aan essentiële voedingsstoffen, zoals vitamines, mineralen, vezels en antioxidanten, ondersteunen verschillende lichaamsfuncties en helpen om tekorten aan voedingsstoffen en chronische ziektes te voorkomen. Door de nadruk te leggen op nutriëntrijke, minimaal bewerkte voedingsmiddelen in plaats van sterk bewerkte, nutriëntarme opties, bevorder je een optimale gezondheid. Hoeveelheid macronutriënten. Macronutriënten zijn de voedingsstoffen die we in grotere hoeveelheden nodig hebben, die ons energie geven. Deze bestaan uit vetten, eiwitten en koolhydraten. Door je inname van eiwitten, koolhydraten en vetten in evenwicht te brengen, volgens je individuele behoeften en voedingsdoelen, ondersteun je de groei, reparatie en werking van het lichaam. Ook ondersteun je de algehele energiebalans, metabolische gezondheid en verzadiging. Timing van voeding. Het tijdstip van maaltijden en snacks gedurende de dag kan van invloed zijn op je energieniveau en humeur. Hoewel niet zo belangrijk als caloriebalans, voedselsamenstelling en de hoeveelheid macronutriënten, kan de timing van voedingsstoffen nog steeds invloed hebben op belangrijke factoren zoals honger, verzadiging en fysiek uithoudingsvermogen. Optimale timingstrategieën voor voedingsstoffen kunnen variëren afhankelijk van individuele voorkeuren, leefstijl en specifieke gezondheids- of fitnessdoelen. Supplementen. Bovenaan de piramide staan supplementen. Dit zijn extra pillen, poeders of extracten die worden ingenomen om de voedselinname aan te vullen of te verbeteren. Hoewel bepaalde supplementen gunstig kunnen zijn voor specifieke bevolkingsgroepen of omstandigheden, worden ze over het algemeen als minder essentieel beschouwd. Dan het optimaliseren van de caloriebalans, voedingssamenstelling, de hoeveelheid macronutriënten en de timing van voedingsstoffen via hele voedingsmiddelen. Supplementen moeten voorzichtig worden gebruikt en onder begeleiding van een zorgverlener om tekorten aan specifieke voedingsstoffen te voorkomen of gezondheidsproblemen aan te pakken. Het ideale voedingspatroon is er een dat duurzaam, aangenaam en gunstig is voor je mentale, fysieke en sociale welzijn. Het gaat erom een evenwicht te vinden dat voor jou werkt. Een voedingspatroon dat je op de lange termijn kunt volhouden voor blijvende gezondheidsvoordelen. Alle voedingspatronen kunnen effectief zijn, mits ze in overeenstemming zijn met je caloriebalans
en voldoende hoeveelheden van de noodzakelijke voedingsstoffen bevatten. Voorkeuren variëren, waarbij sommige mensen de voorkeur geven aan een hogere koolhydraatinname, terwijl anderen de voorkeur geven aan een voedingspatroon met meer vet of meer eiwitten. In onze volgende video gaan we in op gedrag en strategieën met betrekking tot calorieinname en gewichtsbeheersing. Tot dan!